Hey Hanna, is Dave nu nog steeds ziek? Ja, nog altijd. Hij ligt de hele tijd in bed. Ik heb gisteren nog met hem gebeld, maar ik kon echt niet meer bellen omdat hij zo moe en slapjes is. Nou ja, hij mag blij zijn. Hij mist tenminste de vreselijke wiskundeles. Was meneer Schild eigenlijk? De bel is al lang gegaan en hij is er nog niet. Ach ja, het belangrijkste is dat die stomme wiskundelerares er niet is. Wat? Zei jij stomme wiskundelerares? Hannevogel, dit is een hele slechte tweede, derde, eerste indruk. Wat doet u nu hier? Ik dacht dat u hier geen les meer gaf. Ha, dat zouden sommigen hier wel willen. Maar hier ben ik. Ik ben jullie wiskundelerares. Zo gemakkelijk geef ik het niet op. En denk maar niet dat je me eronder krijgt. Er waait hier vanaf nu een hele andere wind. Oh, dat gaat nog wat worden. Ze is echt slecht gehumeurd. Hopelijk wordt het niet weer zo erg als eerst. Oké, we beginnen direct met het uitrekenen aan het bord. De eerste is Pia. Wat? Ik moet iets uitdrukken aan bord. Wat dan? Ja, dat dicteer ik je nu. Schrijf maar mee. 27 maal 44. Precies, de berekening schrijf je hieruit. De uitkomst is volgens mij dan 1188. Klopt het zo? Oh, ik hoop het wel. Ja, dat is correct. Oké, Pia, ga maar zitten. Geef het krijtje maar door aan Hanna. Zij is de volgende. Hanna, ik duim voor je. Veel succes, je kunt dit. Oh, Pia, dank je. Mijn knieën bibberen. Hopelijk is het niet weer zo gemeen. Oh, of dat goed gaat. Hanna en de wiskundelerares kunnen het echt niet goed met elkaar vinden. Zo, Hanna, eens kijken of je iets hebt geleerd bij meneer Schild. Vast niet, want meneer Schild is lang niet zo'n goede wiskundeleraar als ik. Ben je zover? Jij rekent het volgende uit. Oh, 438 maal 17 uitschrijven? Waar wacht je op? Reken het uit, niet voorlezen. Of je dat lukt, dat weet ik niet. Kom op, Hanna, concentreer, je kunt het. Het is gelukt, ik kom dan uit op 7446. Dat is fout. Waarom? Wat heb ik dan fout gedaan? De uitkomst is niet 7448. Dat heb ik toch ook niet gezegd, daar staat een 6. Hanna heeft het juiste antwoord gezegd. Ik heb het ook gehoord. Nou, Hanna, dan ligt het aan je vreselijke handschrift. Daar moet je echt iets aan doen. Hanna, ik heb hier een boek over schoonschrijven. Maak daar de eerste 15 bladzijden van. 15 bladzijden schoonschrijven? Zo slecht is mijn handschrift. Je moet zeker nog oefenen. Dit handschrift is vreselijk. Dit is huiswerk van morgen, begrepen? 15 pagina's schrijven oefenen? Ik vind mijn handschrift niet zo slecht. Oh, die wiskundelerares, het is net als voorheen. Pia, ik vind het zo gemeen. Ik had het toch juist. Ik heb het juist uitgerekend. En dan nog geeft ze me een extra opdracht. Hoe lang zou dat duren, 15 pagina's? Oh, nu moet ik dat dikke boek ook nog mee naar huis slepen. Oh nee, nu valt hij ook nog. Oh, wat zie ik daar? Hoe behandelt Hanna het boek dat ik haar geleend heb? Oh, kom op, stom boek. Kom hier, ik moet naar huis. Oefenen met schrijven alsof ik dat niet kan. Hanna Vogel, ik heb gezien hoe je met dat boek op de grond smeet. Dat heb je expres gedaan. Zo behandel jij de boeken die ik geef? Ze heeft dat niet op de grond gegooid. Het viel per ongeluk. Ja, precies. Ik heb hem niet expres laten vallen. Het viel uit mijn handen omdat het zo'n groot boek is. Ongelooflijk. Je krijgt sowieso nog extra opdrachten. Ook nog weerwoord geven. Je liegt gewoon tegen me. Als Hanne hier moet blijven, dan blijf ik ook hier. Ik laat haar niet alleen. Zij is niet schuld. Pia, dat is heel aardig en netjes van je. Maar dit moet Hanne alleen uitzitten. Jij gaat naar huis. Zo, Hanne, hier zijn nog 3 ordners. Die kun je de komende 2 uur doorwerken. Dat moet ik ook nog allemaal doen. 2 uur? Oh, waarom? Alles begint weer opnieuw met die lerares. Eerst was ze weg, toen was alles goed. En nu? Enkel problemen. Ik bel direct met Claudia Vogel. Misschien kan zij iets doen als mama van Hanna. Hallo mevrouw Vogel? Ja, ik weet het. Hanna is nog niet thuis. Ze moet nablijven. De wiskundelerares is terug en heeft haar meteen laten nablijven. Oh. Die wiskundelerares maakt me echt kwaad. Ze mag helemaal geen lerares zijn. Ze kan beter ander werk zoeken. Geen idee wat. Of naar de gevangenis. Ja.